En hoe is het met u? Oh, fantastisch, zijn nog altijd even gek. Wat me heel sterk opvalt in deze campagne, dat is dat de andere partijen proberen uit te leggen wat in ons programma staat. 8 uur zaterdagmorgen. De Limburgse N-VA-politici verzamelen in Voeren. Even goede dag zeggen bij de jaarlijkse wandel- en fietsdag van de Vlaamse Volksbeweging. Ik moet zeggen, bij de uitslagen van de verkiezingen is altijd de hoogste uitslag van de N-VA wordt altijd in de voerstreek gehaald. Dat wijst er toch wel op dat hier mensen in Vlaanderen een heel warm hart toedragen. Wek dat mee op de zaterdagmorgen om 8 uur. Maar wat een mooi begin van een campagnedag moet worden, draait plots anders uit. In het nieuwsblad staat die ochtend een uitspraak van partijgenoot Jan Jambon. Werklozen moeten eerst hun huis verkopen voor ze een leefloon kunnen krijgen. Het nieuws slaat in als een bom, want dat is geen partijstandpunt. Er worden dingen in de mond gelegd van kandidaten van ons die kandidaten helemaal niet gezegd hebben. Dat is dus nooit gezegd geworden door ons. Dat is gewoon door andere partijen. En blijkbaar in dit geval door de voorzitter van Groen in de mond gelegd van Jan Jambon. Dus Jambon heeft dat niet gezegd. Ja, kom al. Men is goed op zijn dingen gegeven. Maar dan moet je dat ontkennen in de dingen. Moet je zeggen, wat is dat? Daar zijn wij niet. Ah, voilà. Ik heb dat toch ook gedaan in debatten. Ja. Wat voor een dikke toch. Ponden van Paradise. Even later zijn we in IJsden-Maasmechelen. Het zoveelste marktbezoek deze campagne. Giet in de regen, maar de sfeer zit terug goed. Allee, politiekers, kan hè? Allee, allee. En het kan ook moeilijk anders. De peilingen voorspellen grote winst voor N-VA. De geel mannen aan moeten de goeie aan bij het CD&V, Open VLD en vooral SPA. De hele campagne schieten ze met scherp op N-VA. Tot zelfs de vakbonden die de N-VA asociaal vinden. Maar dat is ook, men spreekt alleen over de indexsprong. Men spreekt niet over het feit dat daar twee dingen aan gekoppeld zijn. Dat is enerzijds wat wij noemen de sociale werkbonus. Dat wil zeggen dat de laagste inkomens minder sociale bijdrage moeten betalen. Dus dat betekent dat je netto meer overhoudt. En ten tweede dat je ook op korte termijn maatregelen willen nemen op het gebied van belastingvermindering. En als je die drie combineert, dan krijg je een heel ander verhaal natuurlijk. Hè. Maar wat wil N-VA nu na 25 mei? We hebben altijd gezegd dat wij vanaf dag 1 een herstelregering willen. Maar dat we tegelijkertijd het debat wensen aan te gaan over de verdere invulling van de structuur van onze staat. En die structuur, ja, dat noemen wij het confederalisme. Jan Peumans, al aan zijn 20e campagne bezig, was nu 5 jaar lang parlementsvoorzitter. Welke rol kan hij nu gaan spelen? 25 mei zijn verkiezingen en na 25 mei zien we wat er verder gebeurt. Ik antwoord nooit op die vraag, want hengelen naar iets waarvan je niet weet of je dan moet naar hengelen. En dus wat dat betreft wachten we gewoon de uitslag van de verkiezingen af.